Schot van heel ver. Oh, het stiftje van heel ver. Ja, als je hem zo maakt. Tijmen Goppel. Johnson. Ja, de controle is er uiteindelijk net niet. Mooie paas dit. Weghorst kiest positie voor het doel. Idrissi kapt eerst terug. Ook Jahan Bak zou nu kunnen. Idrissi heeft daar weer even geen oog voor. Mietje. Jahan Bak prachtig meegegeven. Mietje om Swinkels heen. Maar dan doet Swinkels precies genoeg. Vlaar komt weg. Svensson. Dat was een overtreding, maar voordeel terecht gegeven, want Jahan Bak is weg. En heeft dat ruimte om een goede voorzet te geven. Dat doet hij en het is raak. Het is 1-0 voor AZ. Jahan Bak met assist en Weghorst met zijn 13e doelpunt van het seizoen. Misschien ook een rol natuurlijk hier voor scheidsrechter Kuipers, die het voordeel geeft aan AZ. Jahan Bak is weg, voordeel voor AZ. En daarmee hebben ze nu allebei 13 doelpunten. Jahan Bak en Weghorst, de gedeeld clubtopscorers van AZ. Jahan Bak. Aardig paasje dit van Svensson. Til legt hem naar voren. Oh, wat een mooie bal! Idrissi maakt hem niet af. Maar wat een heerlijke... Ja, het is geen assist, want hij wordt er niet ingeschoten door Idrissi. Wat een heerlijke paas dus uiteindelijk. Jahan Bak. Voorzitter wordt aangeraakt. En oh, gaat helemaal mis achterin bij Ado. Maar ze komen er mee weg. Kanon duikt daar opeens vlak voor Swinkels op. Die bal daar ook compleet niet meer goed in kan schatten. Mietje, ruimte is er voor Wijndal vooral. Hij zet er nu uit met 6 man tegen maar 5 van ADO. Dat is toch 1 mannetje tekort voor ADO. En daar is Til om dat af te straffen, maar dat doet hij niet. Oh. Goppel. Heerlijke actie. En er ook helemaal langs nu. Een voorzet die goed is. Ja, maar Johnson komt recht op Wieselt. ADO doet ook nog mee. Jahan Bak, Svensson. Overstapje komt aan bij Weghorst. Idrissi van richting veranderd vliegt hij erin. 2-0 AZ en het is, hoewel natuurlijk Johnson die ook die enorme kans kreeg, eigenlijk onvermijdelijk dat het gebeurt. En het mag dan iets gelukkig zijn omdat die bal via Kuipers erin ging. Verdiende ze natuurlijk ook. Jahan Bak. En dat wordt goed verdedigd door Kuipers. Het duurde te lang voordat de juiste man werd bereikt voorin. Oké, er is besproken wat het idee is. En daar is Jahan Bak en die gaat erin. Even praten met Weghorst. Wat is de bedoeling? Ik zei het toch. Ja. Mooi. Mooi om te zien hoe... Met z'n tweeën ze iets bespreken en Weghorst, die nu zo nadrukkelijk tegen Jahan Bak zegt, ik zei het toch. Schitterend gedaan Idrissi. Til kan meegeven aan Jahan Bak, kan ook zelf voorlopig doorlopen. Til, nu dan de paas, Weghorst, ruimte voor het schot. En dat is wel hard, maar Swinkels redt. Mooi meegegeven door Idrissi, dit is ook mooi meegegeven van Overeem, er net niet bij. Johnson, geen buitenspel. Johnson over Bizot heen. Dan is het doel weliswaar leeg, maar de bal te hard om nog binnen te houden. Indraaiende vrije trap van El Kayati. Valt voor Immers. En je zou zeggen, valt dan in het doel. Maar op vrij miraculeuze wijze gebeurt dat dan niet. Een wervelend AZ was het in de eerste helft. 3-0 de voorsprong bij rust voor de proeven van de Brom. En daarna na rust vonden ze het wel genoeg. En het bleek ook genoeg.